Familie Kerstlunch! Lekker oogloekje hoor, jongens. We hebben zo'n vette kamer. Echt verliefd op deze stad. Toen hadden we nog geen geld. Hallo! Feestdagen vlog! Het is nu de 24ste, dus kerstavond. En ik vierde eigenlijk nooit kerst. Mijn ouders vieren eigenlijk nooit kerst, dus ik ben er niet mee opgegroeid. Maar ik heb het sinds eigenlijk dit jaar, een beetje vorig jaar, toch wel helemaal te pakken. Ook omdat Kim natuurlijk echt een kerstliefhebber is. Maar ook omdat we nu allemaal gezellig dingen met Jordi's familie doen. Vandaag hebben we met z'n tweeën een kerstavondje en maken we pasta met paddenstoelenmengsel, met knoflook en heel veel truffel en parmezaan. Wat? Hebben we een matching chill pakken? Oh nee. Nee. En we hadden een fles wijn gekregen die heel links was en die hebben we opengemaakt. Ik ben in charge van het hoofdgerecht en Jordi het nagerecht. Tot nu toe gaat het goed. Ik heb er witte wijn en parmezaan door gedaan en truffel ravioli's en het ziet er super lekker uit. En dan heb ik nog tomaatjes met mozzarella en Jordi maakt vegan merengues. Hoe, wat, waar? Hij heeft alles onder controle. Met het zout. Kikkererwten. Dat is zo leuk. Kikkererwten. Want? Aquafaba. Hoe werkt dat dan? Nou, daar zit er ook eiwit in. En daardoor kan je het opkloppen. Tot een schuim. En als je dan op 100 graden bakt voor 1,5 uur. Krijg je als het goed is. Kerstmerengues! Hallo, de dagen lopen een beetje door elkaar. Het is nu dinsdag. En Jordi en ik zijn eigenlijk aan het chillen. Maar ik heb toch even een mooie top aangedaan. Van Wolford. En een glinsteroorbelletje. Voor de gelegenheid. Want het is kerst. We gaan nu lekker ibunda eten. Wat ik net heb gehaald. En Jordi is nu onderweg hier naartoe. Met boodschappen. En hij heeft allemaal ingrediënten gemaakt voor die amazing boltaart die op de Albert Heijn allerhande staat. Het is vanilleijs, cookie dough, kaneelijs en karamel. En dat wordt één grote bol ijstaart. Die gaan we proberen te maken. Gisteren hebben we merengues geprobeerd. Het is hopeloos mislukt. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal aan het doen zijn. Ik hoop dat je, of je nou kerst viert of niet, fijne dagen hebt met jezelf of met vrienden of met familie. En dat je je gelukkig voelt. Wat zijn we aan het doen, Pep? Beetje aan baksel, hè? Lekker hoor. Wat ben je nu aan het maken dan? Dit is in principe gewoon boter met suiker erin. Lekker. En een soort cookie dough. Lekker. En nog amandelmeel bij en stukjes chocola. Heerlijk. En dit, wat staat hier te borrelen? Karamel. Dat heet zeker karamel. Lekker hoor. Cookie dough. Hazelnoot paliné. Karamelnootjes. Hoe gaat het hier? Super goed. We zijn er bijna. We zijn bijna uit de sloot. Hier ligt al een klein eerste deel en het is zo lekker. Het is gewoon karamel. Met nootjes. Oh, we hebben dit. Even wat ijs. Karamelliseerde nootjes, cookie dough en nog meer ijs. Zeker dat je deze dingen hebt. Goedemorgen, ik ben lekker bij Milan en Kirsten voor de familie Kerstlunch. We zijn op weg naar de Bijenkorf, wat we altijd doen. Dan gaan we de sale checken en altijd iets leuks voor onszelf scoren. Toen we al 8 jaar of zo, serieus, toen we altijd kerst vierden zonder ouders. Toen hadden we nog geen geld. How times have changed. Oké, we spotten dus een geweldige lakbroek van Fiorucci. We zagen geen sticker erop zitten en we hebben het allebei vast gespot. Kisten, geweldig. Echt mega cool. Dus wij naar die kassa van wat kost dit nog en toen grappen maken van oh 70% korting haha. Was hij dus 80% afgeprijsd en nu is hij 45 euro in plaats van 200 nog van.
Lekker lakboekje. Het is echt heel nice. Dag 3 van kerst. We zijn lekker in Roosendaal bij mijn opa en oma. Komen de outfits. Gorgeous. Hallo, goedemorgen. Ik heb niet zoveel gevlogd de afgelopen dagen. Eigenlijk als je dan het patroon van vlogmas even doorbreekt en niet meer elke dag hoeft, dan ben je het ook even helemaal kwijt. En ik was natuurlijk veel met familie en bijvoorbeeld mijn familie heeft niet per se zin om heel veel gefilmd te worden of zo. Zo hoef ik niet per se in de vlog. En bij Jordi's familie zijn veel kleine kinderen en ik vind het niet aan mij om te bepalen wanneer en hoe zij op het internet komen te staan. Dus die film ik ook niet. Dus in die zin was er eigenlijk weinig te filmen. Want ik was eigenlijk alleen maar met familie de afgelopen dagen. Deze dagen vliegen ook voorbij. Dan denk je, oh, een week vrij, beste ever. Maar het vliegt voorbij. Ook omdat je elke dag wel iets hebt. Gisteren waren we dus bij mijn opa en oma en gingen we voor hun koken. Superleuk. Dat doen we elk jaar met kerst. Dan maken we iets wat natuurlijk niet te exotisch is, wat ze wel een beetje kennen. Dit keer hadden we wortelsoep gemaakt met gember en knoflook. En quesadillas met courgette en kaas en carpaccio en allemaal dat soort gewoon super lekkere dingen. Toen was ik nog even op kantoor en zoals je in een van de vorige video's al zag, lagen er heel veel spullen. Dus ik heb alles opgehaald en naar huis gebracht en nu ben ik lekker aan het spelen met mijn cadeaus. Ik had ook een heel lekker huge pakket van Shiseido. Ik was natuurlijk een tijdje terug met een persreis en toen mochten we wat favoriete dingen uitzoeken. En ik ben natuurlijk altijd obsessed met zeg maar rood tinten op het oog. En ze hebben dus een super intens rood oogpotlood. Maar ook deze, Azuki Red heet die, een soort bordeaux tintje. Dus ik ben zelfs nu heel nerd met een tutorial van hun om te kijken hoe je hier een soort rode smoky eye mee maakt. Dit ga ik dus doen als ik veel tijd heb, jongens. Maar ik vind het echt leuk. Ik leer me allemaal nieuwe dingen. Ik dacht ik film even, want dan heb ik weer even een contactmoment met jullie. Ik heb dit net helemaal ingekleurd. Zoals je hier ziet ook. Doet me heel erg aan Ines Wesky denken, deze look momenteel. En dit heb ik nu helemaal ingekleurd. Ga ik nu even een beetje uitsmoetsen met een kwastje. Ik ben altijd dol op dit soort creamy oogpotloden. Van die dikke, want wat je ook doet, het is eigenlijk altijd goed. Dus ook echt een tip om die in een soort neutrale, een beetje roestbruin tint te nemen of een beetje koper, want dat staat bijna iedereen en het hoeft ook niet perfect en dan smoets je er gewoon een beetje op en dan heb je meteen een ooglook. Nu ga ik net als in de tutorial kijken, ik heb ook een heel lekker platkwastje gekregen. Loving it. Ook een beetje onder mijn wimperrand doen om het wat samen te trekken. Dit is wel de tip van de dag. Als je met gekleurde oogschaduw werkt, doe altijd ook een beetje onder het oog, want dan wordt het één geheel. En dan wordt de kleur van je ogen ook veel intenser, omdat er dus boven en onder iets gebeurt qua kleur. Nice! Okay, dit wordt best wel een intens ding, want ze gingen met een roze oogschaduw eroverheen, wat ik zelf nog nooit heb gedaan. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat uitpakt. Deze, bijna een blush kleurtje. Zou ik er ook nog voor kunnen gebruiken. Intens! Loving it though. Oké, ik heb ook nog een beetje goud toegevoegd. Dus het is een soort bordeaux met koper. Een beetje van deze. Die heb ik dan hier zo op het midden van mijn oog gedept. Zodat je een beetje licht vangt. En dat er iets meer glamorous uitziet. Is ook heel leuk voor oud en nieuw. Toen denk ik ook nog een beetje aan de onderkant. Nu ik dit zo zie. Het is altijd mooi als dat een beetje met elkaar in balans is. Dus ik doe het alleen hier in het midden. Als je je ogen aan de onderkant opmerkt, is het vaak mooi om bij het midden het accent te leggen. Of iets meer kleur neer te leggen. Omdat je oogkleur dan het beste popt. Ik doe nog een beetje blush. Ik gebruik eigenlijk niet vaak een cream blush. Hij is een beetje lelijk geworden bij het verzenden. Maar ik vind het wel lekker dat dit helemaal in je foundation blend. Dat je het heel erg op kan bouwen. Vloeibare producten vind ik altijd wel heel lekker. Als het maar gewoon lekker creamy is, dan kan ik er wat mee. Nog iets. Lipkleurtje misschien. Dus dit ziet er wel mooi natuurlijk uit. Het is natuurlijk al een heel heftig oog. Dus de rest moet een beetje neutraal. Ik moet zeggen dat de textuur van deze producten
heel lekker creamy. Het is bijna al te veel. Bijna dat ik denk, oh ja, toen ik niks op mijn lippen had, was hij ook goed. Oké, nice. Ik heb ook helemaal zin om een soort van fancy aan te kleden nu. Maar ik ga gewoon naar Kim toe. Dus die waarschijnlijk in een joggingpak op mij aan het wachten is. Dus dat is ook misschien een beetje too much. Maar ik vind het zo leuk om lekker met make-up te spelen. Als ik een nieuwe oogschaduw palet heb, ga ik ook helemaal los. Dus dit zijn wel een soort van uitprobeersels. Daar kom je pas aan toe als je wat tijd hebt. Ik heb ook een hele leuke soort felblauwe eyeliner, oogpotlood. Ik zag dat bij iemand die ik tof vind, Courtney van Always Judging. Zij draagt vaak rode en blauwe en oranje eyeliner en dat soort dingen. Ik dacht dat wil ik ook wel even proberen. Misschien kan ik die over een paar dagen even opnemen. Maar hierbij dus de Bordeaux Copa look. Met als basis een creamy oogschaduwpotlood. Wat echt een tip is. Heel veel merken hebben dit. Je kan dit in allerlei prijskategorieën vinden. Dus ik zou zeggen, doe lekker je onderzoek. En ga ook een beetje experimenteren. Ik vind het vaak ook mooi als je met je lippen de lipkleur een beetje afdept. Nu wordt die heel natuurlijk. Dit vind ik mooi. Over nieuwe dingen gesproken. Ik heb deze geweldige luipaard regenjas van Munter gekregen. Ik probeer hem even in al zijn glorie te laten zien. Ik heb deze ooit aangehad met Fashion Week en die was van het PR-bureau. En dit is echt de perfecte regenjas. Als ik hun was, zou ik dus gewoon elk seizoen één zo'n top regenjas maken. In bijvoorbeeld luipaard of zwart lak of groen of roze lak of zoiets. Wow, lekker ooglook joh jongens. Hij is echt goed gelukt en het was echt een piece of cake. Gewoon potloodje even uitgummen als het ware en dan ben je er al bijna. Ik ben ook zo blij met mijn kortere haar. Elke keer denk ik, oh nog een stukje eraf. Maar het voelt gewoon veel frisser en cooler. Dus ik ben er heel blij mee. Het groeit wel echt mega snel overigens. Ik ga zo even naar de apotheek. De pil is er weer jongens. De microginon 30. Veel van jullie waren ook helemaal in confusement over wat is er gebeurd. Waarom kunnen we dat niet meer krijgen? Hij is er weer, dus die ga ik even ophalen. Ik had nu de 20, maar die is gewoon te licht. Dus dat is helemaal niet chill. En dan ga ik naar Kim. Gaan we daar lekker chillen. En morgen ga ik met Jordi naar Antwerpen. En tussendoor probeer ik nog even wat werk te doen. Maar ik moet eigenlijk gewoon kiezen of ik ga niet werken. Of ik ga ervoor zitten. Maar nu zit het even in mijn hoofd. Ik ben benieuwd hoe jullie dat deze dagen ervaren. Ook een nieuwe top aan trouwens. Met pofmouwen van Gestus. Heel leuk op een gewoon oud vintage denimpje of zo. Met grote oorbel. Maar eigenlijk meer een feestlook. Oké, micro's in de bag. Yes. En nu ben ik naar Kim aan het lopen. Natuurlijk weer lekker verkeerde route gekozen. Maar het is eigenlijk wel heel lekker om buiten te zijn. Ik ben de hele dag nog niet buiten geweest. En het is echt heel lekker. Een soort frisse, superheldere lucht. En helemaal niet heel koud. Dus dat is wel lekker. Ik ben bij Kim, waar een mooie kerstboom staat. En we trekken de sfeer nog even door. Wat wij altijd doen is zeg maar de dag na kerst, vetjeskerst. En dan zijn we samen en dan geven we elkaar cadeaus. En dan hebben we chillpakken aan. En dan gaan we alle leftovers van kerst eten op BT in de supermarkten zijn. Aardappeltorentjes, kipnuggets in kerstbomenvorm. Nu wel vegetarische. En rode kool en stoofpeertjes en rode wijn. En dat zijn we nu aan het doen. Yes, we gaan nu een film kijken. We hebben al een breekbrood met camembert op en chocoladekantjes. Dus de sfeer zit er goed in. Gewoon een pak aan in de kleur van stoofperen. Klopt. Nee. Zitten nu helemaal bueno. Op mijn kijk jongens, zie dit even lekker gaan. Vegan kipnuggetje. Allemaal zelf gekookt. We zijn in Antwerpen. We zijn net aangekomen met de trein aan heel veel voet staan. We dachten we gaan lekker op pad om even het meeste van deze vrije dagen te maken. En echt het gevoel hebben dat we vrij zijn en weg zijn. En Antwerpen is altijd zo'n leuk, charmante stad. We zijn nu aangekomen bij Waspar. Eigenlijk random tegen aangelopen, want we kunnen nog niet in ons hotel. Dan gaan we nu lekker koffie en bagels tot ons nemen. Ciao! Korte pitstop bij Graanmarkt 13, waar ze hele mooie meubels en kleding hebben. Ik hoop dat het wel sale is. We zijn net aangekomen in onze hotelkamer. We slapen in de Witte Lelie, een boutique hotel. Het eerste boutique hotel uit Antwerpen, geloof ik. En we hebben zo'n vette kamer. Dit is echt zo'n ervaring. Je wil hier in principe gewoon niet meer weg. Kijk even hoe geweldig.
Je komt binnen en dan heb je meteen deze designspiegel. Die had ik ook in Kopenhagen gezien. Geweldig. Badkamertje met een Jordi erin. Check deze grootste, deze echt fantastisch. Oh. De lamp erin. Wow. Oh, en die kroon ligt er in de douche. Ja, dit is fantastisch. Op 6. Dan hebben we hier een plusje trap. En een geweldig, hysterisch, maar toch smaakvol, eclectisch geheel. Schappig hoe ze twee gordijnen ook hebben gecombineerd. En we hebben een eigen terras. Even opgefrist en opgemaakt. En dit heb ik aan. Een slangenflared broekje. Een zwarte kooltrui die een beetje doorschijnt, maar ik vind dat wel mooi. En mijn zwarte Chanel die ik al lang niet heb gebruikt. En hier doe ik dan een grote zwarte boyfriend blazer overheen. Je moet echt even kijken hoe dit hotel eruit ziet van binnen. We gaan nu naar de lobby en daar staat een leopardprint bank van 1,05 meter. In de buurt bij allerlei leuke romantische straatjes en kroegjes. Echt een topplek. Vorige keer dat we in Antwerpen sliepen zaten we iets meer buiten het centrum. Wat natuurlijk ook heel leuk is, want dan ben je helemaal in the middle of nowhere in een lekkere kamer. Maar hier sta je echt meteen in de stad. Joh, die heeft wafels ontdekt. Er hangt ook zo'n gezellige kerstsfeer hier. Ik ben helemaal mee dat we een wafel gaan eten. Oh, weet ik niet. Hou je wafel. Hij is zo grappig. Wil jij een waffel? Jij had zin in de waffels. Leuk dat België is van jou. Met slagerroer. Oké. Lekker aan het lopen in het zuid, een leuke wijk in Antwerpen. En twee goede vrienden van Jordi zijn er ook, Wally en Lorena. Dus we gaan lekker met hun wat eten. Wij proberen nu een tafeltje ergens te scoren zaterdagavond. Terwijl zij naar ons toe rijden, dus dat is heel gezellig. Jordi is de weg kwijt. We staan dus voor het restaurant. En geen wonder dat we het niet konden vinden, want het is ook dicht. Ze zijn er tot 3 januari eventjes tussenuit. Dus nu gaan we op zoek naar een andere. Ik ben wel echt weg van Antwerpen. Overal hangen leuke lichtslingers. Overal zijn leuke mooie tentjes, heel tof gedesigned. Het is zo'n mooie, leuke stad. Ik zou hier echt prima kunnen wonen, alleen had ik dan 0 vrienden. Maar ja, echt verliefd op deze stad. Zo cute. We zijn op het eilandje. Is het niet hier? Oh nee. We hebben zoveel geluk. Er was een heel leuk restaurant op het eilandje, wat opeens een cancellation had voor 4 personen. We hebben geluk. Dus daar zijn we nu naar op zoek, alleen weten we niet waar het is. Komt goed. Heel stroelie. Ja, kijk, hier zitten die schatjes. Zo cute. Zo mooi. Zo stable alles. Super idee. Ben je weer de laatste, Pep? Ja! Is het weer zover? Moet je er licht uit doen? Ja! In de lampen, wat er helemaal zijn. In de lampen hangen, dat gaat of je doet ze uit of je gaat erin hangen. Morning! We zijn lekker in een of andere foute club beland gisteren met onze vrienden. En toen waren we denk ik om 2 uur thuis. Nu is het 10:15 of zo en gaan we lekker ontbijten in het hotel en hebben we nog een hele dag te gaan. Het ziet er heel mooi uit. Ik dacht dat het zou regenen, maar het ziet er lekker blauw uit. Dus dat is top.
nieuwe jurk gekocht. Met een beetje pofmouw en een deco. En hij is heel lang. Leuk die spriet. Jee, yeah, lekker overzet. We zijn bij het frietatelier van Sergio Herman en hier is echt de allerlekkerste friet. We hebben één met z'n tweeën in gestoken. Hij is echt gestoord lekker. Niet normaal. Echt de beste friet ooit misschien wel. Deze stof is gemaakt. We hebben een grote broer van honders. We hebben hier een nieuw kleed. Het is een roestkleurig, heel zacht kleed. Wat ook veel groter wederom is dan ik dacht. En kijk jongens. Chill dat jij ook lekker iets voormeet voordat je iets bestelt. Hij is gewoon precies honders. Hallo. Zijn de oom, tante, ouders en broers en zussen van honders. Dit is de hondersfamilie. Dit is van echt hondersleer. Wow, hij blendt echt helemaal lekker in. Even hoe de slaapkamer er nu uitziet. Dat is een nieuw bankje. Dit is mijn lekkere bed. Helaas was het bed dus veel te groot. Wil jij even het verhaal vertellen van hoe het bed ging? Helaas was het bed dus veel te groot. Tada! Ja, hij was 30 centimeter te breed. Maar we hebben hem wel helemaal in elkaar gezet voordat we erachter kwamen. Tijdens had het ook allebei wel een beetje door. Toen dacht van, we handelden gewoon niet te snel. Het bed. Dus aan beide kanten gebeurt nu dit, dus het moet weer terug, maar daar hebben we natuurlijk geen zin. Binnenkort wordt dit allemaal geverfd. Misschien nieuwe gordijnen, moet ik even kijken. Zo'n asje. Dit heb ik dus ook nieuw. Dit bankje en deze print die ik ingelijst heb. Zo mooi. Jee, familiefeest. Het is nieuwjaarsdag. Oudjaarsdag? Oudjaarsdag. Oudejaarsdag. Mijn familie kwam opeens spontaan aanwaaien, dus dat was heel gezellig. En ik ben nu in een glitterpak en ik ga zo lekker naar Kim. Jordi gaat eerst met vrienden eten en dan join ik hem daarna. Goed schatje, wat gezellig. Wel zin in. En we hebben pas één oliebol op, ik heb vet zin in meer. Ik heb pas één biertje op en ik heb veel zin in meer. Ik heb pas één champagne op en ik heb vet zin in meer. Oh ja, wat ook wel een leuk detail is, is dat dit pak hetgeen is wat ik aan had toen ik Jordi voor het eerst ontmoette. Het was helemaal mijn indruk wat ik wel snap. Oké, ik ga lekker naar Kim. Alvast een heel fijn nieuwjaar. Dankjewel voor alles.